Lisbeth, bedankt. Welkom. Ja, gelukkig hebben niet alle leden van de SP, alle 2000 leden van de SP Afdeling Rotterdam, ijs vrijgenomen. Maar het is mooi om weer voor jullie te mogen staan. Zalig nieuwjaar voor al mijn partijgenoten, vrienden, bekenden voor alle Rotterdammers. Natuurlijk namens de gehele fractie van de SP in de gemeenteraad van Rotterdam. Dus ook namens Josien Streurman, die hier voor me zit. Leo de Klein, die hier voor me zit. Edwin de Voigt, die u net zag optreden. Kevin Levy, die elders bij het partijbestuur zit. En Lisbeth Hogeboom. Paul Mepsje is van fractiemedewerker gepromoveerd tot promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. En sinds september 2008 is Lisbeth Hogeboom nu de rots in de branding van onze fractiekamer. 2008 was een goed jaar, zeker voor mij persoonlijk. Mijn jarenlange liefde voor Pernard werd op 14 november bezegeld met een spetterend huwelijk op het stadhuis. En sindsdien gaan we door het leven als meneer en mevrouw Josh Koen. En ik wil iedereen nog van harte bedanken voor alle gelukwensen. Maar 2008 was niet voor iedereen zo gelukkig. Het sloot af, Ineke refereerde er al aan, met de barbaarse bombardementen van Israël op Gaza. Een oorlog die ook de gemoederen in Rotterdam flink verhit en bezighoudt. Vandaag nog stonden enkele honderden aanhangers van de moskee in Delfshaven op de trappen van het stadhuis. En afgelopen vrijdag stonden we met 1500 mensen op de trappen van de beurs. Stop de bombardementen en Palestina vrij is daarbij de leus. Natuurlijk is dat op de eerste plaats internationale politiek. En natuurlijk moet vooral de minister van Buitenlandse Zaken aan de slag. Maar die doet niks en daarom is het goed dat we ook lokaal onze stem verheffen. Straks is meer dan ooit, Ineke zei het al, hulp nodig bij de wederopbouw van Gaza. En we namen daar als SP-fractie in 2005 het initiatief toe met Rotterdam voor Gaza. Dankzij de steun van duizenden hadden we deze herfst 21 van de 45 raadsleden aan onze kant. En als de kanonnen zwijgen, moet het mogelijk zijn om met onze bondgenoten in de PvdA, GroenLinks en D66 tot een meerderheid te komen. Maar in 2008 deden we als fractie natuurlijk vooral mee aan de strijd voor lokale verbeteringen. Daarvoor hebben jullie ons ook in dat stadhuis neergezet. Strijd voor behoud van bus 77, voor gratis openbaar vervoer. En beide zijn met een eerste succes afgesloten. Nu moet de rest natuurlijk ook nog, zeker het vervoer op maat, dat één vervanging is voor ouderen en gehandicapten van het normale openbaar vervoer. Succes ook voor de acties voor behoud van sociale woningen en tegensloop in Vreewijk, de Bloemfonteinbuurt en de Singelblokken. De kale vlaktes in Nieuw-Krooswijk en de ingezakte bouw van dure woningen bewijst ons gelijk voor behoud en bouw van goede en sociale woningen, betaalbare woningen. Succes ook in 2008 voor het behoud van poppodium Exit, de redding van Rot en Waterfront, al wordt er in die sector wel met geld gesmeten voor een onnodig, prestigieus urban podium. Na jarenlange actie ook eindelijk eens succes voor een betere prijs in de thuiszorg. En ook de baaiersboten gingen eindelijk weg, maar een nieuw en groot detentiecentrum op 16hoven is in aanbouw. Daarom stond ik afgelopen zondagavond opnieuw bij de maandelijkse waken om mijn stem te verheffen voor de naamloze mensen zonder papieren voor een humane behandeling op Rotterdams grondgebied. Helaas redde de SHB, de samenwerkende havenbedrijven, de pool, de havenpool, het nog niet. Maar we steunden vorig jaar de acties van de leraren, de politie, de postbodes, voor een betere opvang van de moelanders, de mensen uit Midden- en Oost-Europa, en voor een socialere WSW. En in 2009 zal de strijd voor behoud van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een menswaardige beloning meer dan ooit geboden zijn. In 2008 bezochten we de laatste wijken waar we gingen buurten. En deze maand pakken we nog de nieuwkomers van Rozenburg nog even mee. En dan gaan we voluit door in 2009. We gaan overal terug om samen met u en uw buurtgenoten te kijken wat we kunnen bereiken. En samen met u schrijven we op deze manier zo het verkiezingsprogramma voor 2010.
In 2008 begonnen we ook met buurten in bedrijven. Eerst bij Rotterdam Airport, bij de WSW-bedrijven, bij de Eneco, bij de Binnenvaart, bij de Rotep en Humanitas. En binnenkort staan we bij de RET op de stoep. Want juist de arbeidsomstandigheden en de situatie van de werkers in Rotterdam gaat een partij als de mijne, als de SP, nauw aan het hart. In de zomer van afgelopen jaar, toen het warm was, gingen we de terrassen langs in een actie tegen de vertrutting. Een motie tegen de discriminatie aan de discodeur haalde bij de begroting ook een meerderheid. De hele haven konden we niet tegenhouden, maar de speeltuin het noorden konden we wel behouden. We hielden enquêtes onder inburgeraars en pleitten voor een soepele manier om de taal te leren en te integreren in de Rotterdamse samenleving. En pas geleden maakten we kennis met 400 Surinamers en in volle hooiberg. En natuurlijk krijgt dat een vervolg in 2009. We hielden een succesvolle milieuconferentie en we willen een referendum over de toekomst van de deelgemeentes. Wat dat wordt, dat zullen we de komende 2 maanden zien. We willen meer groen, dus steunen we de actie voor het behoud van het Jan Edeveld op het Noordereiland. We konden de vermenigvuldiging van de moskito's wel tijdelijk stoppen, maar ze zijn nog niet verdwenen. We zijn en blijven heel actief in de strijd tegen armoede, tegen onbetaalde participatiebanen, want volgens de SP moet werk lonen en werk en beloning moet ook menswaardig blijven. We deden als fractie veel voorstellen bij de begroting voor 2009. Geen hoogdravende revolutionaire blabla, maar gewoon 33 voorstellen die met een beetje goede wil en tegen nauwelijks meer kosten kunnen worden ingevoerd. Rotterdam is een rijke stad, we hebben nog hele grote reserves. We deden voorstellen om de lokale lasten te verlagen voor de gewone burgers. Maar alles werd helaas hooghartig verworpen door dit college en de coalitiepartijen kregen we niet aan onze kant. Ja, beste mensen, op deze manier komt er natuurlijk nooit een progressief college van BMW. Maar er is hoop. We schreven een eigen nota over leefbaarheid en de dolgedraaide veiligheidsindustrie van burgemeester Opstelten. Maar daar liggen nu nieuwe kansen. De belachelijke oorlogstaal met stadsmariniers, men in bureau Frontlijn en andere vrouwenkrul raakt langzaam uit de mode. Zelfs het CDA roept nu op tot een wapenstilstand tegen de Rotterdamse jongeren. En Opstelten, nou, die heeft een heel jaar lang afscheid genomen en hij is nu weg. Abu Talib is gekomen, dat is het goede nieuws van 2009. Wij hebben hem verwelkomd en we willen hem alle kansen geven om te laten zien dat hij de dromen en de pijn van de krantenjongen die hij eens was nog niet vergeten is. Terwijl wij ons druk maakten over zaken die het dagelijks leven van gewone hardwerkende Rotterdammers treffen, ging de coalitie vooral door met de kop in de wolken te steken rond een topsporthal, nog meer peperdure parkeergarages, 2 nieuwe kolencentrales, een voorlopig overbodige tweede Maasvlakte van 3 miljard euro, een toerstart in 2010, een nieuw stadion in 2016 en het liefst Olympische Spelen in 2028. Nou, wij willen niet zo ver vooruit kijken. Wat ons betreft gaat het over normale zaken van de gewone burgers van Rotterdam. Maar wij hopen dus wel op een geweldig 2009. In sommige kranten wensen sommigen dit jaar maar over te slaan en willen graag direct beginnen aan 2010. Vanwege de crisis en vanwege de problemen en misschien ook wel vanwege de kou. Maar elk probleem is in onze ogen ook een uitdaging. Een uitdaging om de oorzaken aan te pakken en te zorgen dat elke Rotterdammer niet alleen het recht krijgt op een fatsoenlijk bed, een dagelijks bad en een behoorlijk belegde boterham, maar dat ons recht ook wordt omgezet in daden. We zullen dat in 2009 nog niet allemaal kunnen realiseren, maar we kunnen wel samen nieuwe stappen zetten in de goede richting. Dus voorwaarts en de eerste weg links. Allereerst in juni bij de Europese verkiezingen. Belangrijk voor een wereldhaven als Rotterdam. Dat hebben de Europese havenarbeiders hier in het recente verleden wel laten zien. Belangrijk zijn die verkiezingen ook als graadmeter en om de eerste stappen te zetten richting een spetterende verkiezingsuitslag op 3 maart 2010. Voor een grotere en sterkere en succesvollere SP-fractie. Ze kunnen nu al niet meer om ons heen, maar dan moeten we ervoor zorgen dat we zelf aan het roer komen te staan en de koers bepalen van de stad Rotterdam.